Jan de Biermans, tweede etappe al in Tirreno. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. We hebben de eerste etappe goed overleefd. We hebben denk ik een hele goede lead-out gedaan voor Hugo. En ik ben tevreden over het gevoel. Ja, de sterkste natuurlijk gewonnen gisteren. Ja, het was toch wel indrukwekkend hoe dat hij de sprint won. Het is toch... Tirreno staat elk jaar heel snelle mannen aan de start. En hij klopt ze gewoon allemaal op een indrukwekkende manier. Dus chapeau. Wat was het plan vandaag? Vandaag is een beetje zien hoe het gaat evolueren in de koers. Het is een beetje moeilijk inschatten de finale, vind ik. En we gaan proberen om toch iets te doen vandaag. Wat is jouw rol? Mijn rol is vandaag weer de groep vooraan houden en ik ga proberen bij zo lang mogelijk bij te blijven en bij Hugo te blijven.